Fort Boveland. Toen de Franse overheersers in 1814 in Nijmegen het veld ruimden, lieten ze de stad verarmd achter. Koning Willem I kwam in 1815 langs om te kijken of Nijmegen wederom een vestigingsstad moest worden. Hij gaf een negatief antwoord. Echter, onder druk van de Staten-Generaal kreeg Nijmegen toch de vestigingsstatus. Baron C.R.T. Kraaienhof kreeg de opdracht om een verdedigingsplan te ontwerpen. Er kwamen 6 forten, waaronder dit fort. Het Fort Sprokkelenburg, later Fort Boveland genoemd, is in 1862 gebouwd ter verdediging van de stad Nijmegen. Het ligt strategisch vlak langs de Waal. Er stonden geen stenen gebouwen of bomen in de buurt. Het was noodzakelijk om een vrij schootsveld te hebben. Het fort was bomvrij en bestaat uit een gebouw met kazematten, een toren en een gracht met daaromheen een glacis. Een glacis is een oplopende aardewal ter bescherming en als camouflage, waardoor je het vanaf de Waal en vanaf de weg nauwelijks ziet. Het groene dak maakt dat het ook vanuit de lucht niet opvalt. Slechts 12 jaar later, in 1874, mocht Nijmegen haar vestingswerken afbreken en de stad uitbreiden. Dit fort bleef behouden ter bescherming van de strategisch gelegen spoorbrug over de Waal, die tussen 1875 en 1879 was gebouwd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog en in het begin van de Tweede Wereldoorlog was het fort bemand door het Nederlandse leger. De Duitsers gebruikten het in de Tweede Wereldoorlog voornamelijk als munitieopslagplaats. Maar met de aanvallen van de geallieerden kwam het fort in 1944 in de frontlinie te liggen. De Amerikanen verloren 200 man tijdens de verovering van het fort. In het begin van de Koude Oorlog, jaren 1945 tot en met 1991, werden er munitie en zinkstukken in het fort opgeslagen, zodat bij een mogelijke Russische inval de dijken doorgestoken konden worden. Hierdoor zou de zogenaamde IJssellinie ontstaan. Door het water van de Rijn bij Arnhem tegen te houden, zou zich tussen Nijmegen en Zwolle een watervlakte vormen van 20 kilometer breed. Een zinkstuk is een grote gevlochten mat van wilgenhout om de bodem onder water te beschermen tegen stromingen. Tot de jaren 50 van de vorige eeuw gebruikten de militairen het fort. Echter, in 1959 verloor het ook deze militaire functie en stond het lang leeg. Tegenwoordig heet het fort het Wijnfort en is het in gebruik voor feesten, bedrijfsbijeenkomsten en trouwerijen. Maar erg feestelijk was het er niet in de Tweede Wereldoorlog. Er vonden hier ook executies plaats. Dat zie je aan de kogelgaten in de binnenmuur. En nu zweeft er soms een zwart spook in de buurt van deze ruimte. Sommigen onder ons zijn er gevoelig voor. En als ik dat zo zie, deze medewerkers ook.